Dan is het nu tijd voor het 1 Vandaag raadsel. Over wie gaat dit? Deze dagen trekken ze er massaal op uit. Per boot, elektrofiets of camper. Ze hebben de tijd, ze hebben het geld en ze zijn met veel. Ze hebben de tijd, ze hebben het geld en ze zijn met veel. De Joden? Zijn het de Joden? Wat? Nee, Arjen, nee, fout. En een tikkeltje antisemitisch, nee. Het waren de ouderen. Pardon, ik bedoel de mensen met een 20e eeuwse afkomst. Steeds meer mensen die vroeger gewoon jong waren, bekeren zich tot het ouderdom. Het is soms schokkend om te zien wie er dit jaar bijvoorbeeld al 50 zijn geworden of gaan worden. Marco Borsato, bekend van het nummer De Meeste Dromen Zijn Bedrog, 50. DJ Paul Elstak, bekend van het nummer I Wanna See a Rainbow High in the Sky, 50. Ed de Goeie, bekend van het nummer OEA Ed de Goeie, C-OEA Ed de Goeie, ook 50. Maar ook bijvoorbeeld Femke Halsema, bekend van het nummer 06-27-13-20-64. Die is dus ook 50 jaar. Jeroen Dijsselbloem, 50. Dat is gewoon nog echt een milf, hè? Toch? A minister I'd like to finance. Ik heb zelf altijd een soort boycrush op mannen die zelf niet rijk zijn, maar wel heel veel geld beheren. Vind ik gewoon sexy. Vandaar. En Ali B. Oké, die is dan niet 50, maar ik dacht, ik doe er eentje tussen die jullie dan kennen. Ik moet van de zender vooral jonge kijkers bereiken. Nou, deze is voor jou, NPO3. Peace out. Goed. Al deze mensen komen dit jaar bij de groep van 50-plussers. En voor die mensen was er deze week slecht nieuws. De AOW-leeftijd gaat weer verder omhoog. Mensen worden gemiddeld ouder en dus kunnen ze ook best langer doorwerken. De AOW-leeftijd gaat weer met 3 maanden omhoog. Vanaf 2022 krijgen ouderen pas AOW vanaf 67 jaar en 3 maanden. Dat is dus wel even schrikken voor die bijna ouderen. Je kon het verwachten, maar toch vond ik het wel een schok eigenlijk. Of een schok. Waar gaat het heen? Ja, waar gaat het heen? Ja, mevrouw, wat wilt u dat ik zeg? He? Uiteindelijk gaan we allemaal dood. Ja, sorry, ja, ik weet het ook even niet. Waar gaat het heen? Waar gaat het heen? Maar omdat veel mensen met dit soort vragen zitten, gebeurt ook dit. 50 plus rukt steeds verder op. Trouwens, wat nou weer oprukken? Waarom altijd weer die oorlogsretoriek? 50 plus rukt op. Dan zie ik een soort leger van Henk Krollen voor me. Nou, hoe dan ook, Henk de Tank gaat deze oorlog winnen voor de ouderen. En dit is zijn speerpunt. 65 moet weer gewoon 65 worden. Gewoon de AOW weer terug naar 65. Precies. 50 plus is niet de enige. Ook de seniorenpartij, oftewel de SP, en de Partij voor de Veteranen, oftewel de PVV, willen geen hogere AOW-leeftijd. En in de laatste peiling staat dit oudere front al op 50 zetels. Dat is een derde van de Kamer. Dus die kunnen we maar beter serieus nemen. Bijvoorbeeld door even te kijken hoe het ook alweer zit met die AOW. Het is tijd voor... Zondag met Lubach. AOW'tjes. AOW'tjes. Precies. De leukste weetjes over de AOW. Maar Arjen, zijn er geen nieuwe weetjes? Nee, alleen oude weetjes. Eerste AOW'tje. Zondag met Lubach. AOW'tjes. AOW'tjes. Eerste weetje van de AOW. Oftewel, AOW'tje 1. AOW'tje 1. Ja. Dankjewel. Het eerste weetje dan. De AOW staat voor Algemene Ouderdomswet. En dat was... Dat was AOW'tje 1. Oh. Op naar AOW'tje 2 van de AOW'tjes. Zondag met Lubach, AOW'tje 2. AOW'tjes. Ik vind het hartstikke mooi hoor, al die bumpers, maar dit gaan we niet doen. Dit duurt echt veel te lang. Jammer, voor al het werk voor die AOW-bumpertjes. Maar ik respecteer je keuze. AOW'tjes. Groetjes. Tot de volgende bumper. AOW'tjes. Ik ben weg. Joehoe, doei. Is het klaar? Oké. AOW'tje 2. De AOW is een uitkering die alle ouderen krijgen. Of je nou 40 jaar keihard hebt gewerkt... of dat je je hele leven alleen maar een beetje in je pyjama hebt rondgelopen... Iedereen krijgt AOW. En daar kun je in principe van leven. Tenzij je leeft als Frank Gilty in het Amstel Hotel. Dan niet. Door met AOW'tje 3.
De AOW bestaat al sinds 1956. En kijk, toen die werd ingevoerd in 1956... zag de leeftijdsopbouw van de bevolking er zo uit. Kijk, links zijn de mannen, rechts zijn de vrouwen. De leeftijd die loopt op, dus onderin zijn de mensen 0 jaar oud... en bovenin zijn ze 100. Nou, kijk nu even mee naar dit stukje. Dit zijn de werkenden tussen de 18 en de 65. Die betalen met z'n allen de AOW van dit kleine puntje mensen, de ouderen. Nou, dit was dus 1956, maar kijk, nu gaat de tijd lopen... En als je nu kijkt, in 2016, dan vallen twee dingen op. 1. De huidige leeftijdsopbouw heeft het figuur van Kim Kardashian. Kun je moeilijk ontkennen. En 2. Er zijn nu relatief veel meer AOW'ers. In 1956 waren er nog ongeveer 7 werkenden voor elke AOW'er. Inmiddels zijn dat er nog maar 4. En volgens het CBS zijn er in 2040 nog maar 2 werkenden per AOW'er. Dus dan moet elk tweeverdienend stel naast hun hond en hun kinderen een AOW'er onderhouden. Mooi, dit waren de Zondag met Lubach AOW'tjes. Zondag met Lubach. Ja. AOW'tjes. AOW'tjes. Dankjewel. Dus, wat hebben we geleerd als 50PLUS, de SP en de PVV zeggen dat de AOW-leeftijd niet omhoog mag, dan wijs je ze gewoon op Kim Kardashian. En dan kun je zeggen, ja, oké, is een mooie vrouw om te zien. Zelfs in grafiekvorm. Ik snap wel dat Kanye West hier een staafdiagram van krijgt. Dat snap ik, maar los daarvan... los daarvan, ouderen zijn toch gewoon zielig? Dat wel, het zijn mensen die Nederland hebben opgebouwd. Het is een schande dat zij de rekening van de crisis moeten gaan betalen. Terwijl onze eigen ouderen in de kou staan. Het gaat maar door. Ouderen worden ronduit bestolen. Take it easy, Henk. Natuurlijk zijn er ook arme ouderen, maar niet alle ouderen zijn precies even zielig. We eten geen biefstuk meer door de week. Dus het gaat allemaal slavinkjes en gehakt en dergelijke. Maar alleen door de week? Ja, ja, ja. Zondags dan gaan we los. Oeh. En hoe? Hè? Dit is diezelfde man, maar dan op zondag. Check dit. Lekker bezig, meneer. Want zo zie je maar weer, je hebt heel veel soorten ouderen. Arm, rijk, een beetje ertussenin. En dan heb je ook nog ouderen die gewoon altijd een beetje in een verkeerd hoekje worden gezet, zonder te weten waarom. We worden als ouderen ook altijd een beetje in een verkeerd hoekje gezet. Dus als er een elektrische fiets is, dan doen we het niet goed. Te veel drank, dan hebben de ouderen het ook gedaan. Ja, en zo worden de ouderen gewoon niet leuk afgeschilderd, vind ik. Iemand heeft die mevrouw dus gewoon de schuld gegeven van een elektrische fiets. Vind ik best wel schrijnend. Maar goed, niet alle ouderen zijn dus arm. Laten we gewoon even naar de cijfers kijken. Vroeger waren ouderen de armste groep, inderdaad. Maar dat is de laatste jaren snel veranderd. Ouderen zijn niet meer arm. Het vermogen van ouderen is de laatste 10 jaar bijna verdubbeld. En ze zijn nu veruit de rijkste leeftijdsgroep. En tuurlijk, dat is maar een gemiddelde, maar onder ouderen komt ook nog eens de minste armoede voor. Van alle ouderen in Nederland leeft maar 3% onder de armoedegrens. En dat is erg, maar het percentage armoede onder kinderen is veel hoger. 12% van de kinderen in ons land groeit op in armoede. 12%. Of zoals de hoofdeconoom van het CBS zegt op Twitter... er zijn in Nederland 4 keer zoveel arme kinderen als arme bejaarden. Als je dit zo ziet, dan is het dus een beetje raar om te doen... alsof ouderen het allemaal heel moeilijk hebben. De ouderen zijn de rijkste groep. Dat kun je gewoon niet ontkennen. Dat kan niet. De rijkste groep van Nederland zijn wel de ouderen. Nee, dat is flauwekul. De rijkste groep van Nederland zijn de rijken. Jan Marijnissen, de schrik van elke statisticus. Hey Jan, de koudste maanden zijn de maanden november tot maart. Nee, dat is flauwekul. De koudste maanden zijn de maanden met de laagste temperatuur. Jan Marijnissen is de enige Nederlander die vanwege een straatverbod niet in de buurt van het CBS mag komen. Oké, Henk Krol dan. Henk Krol, deze cijfers die liegen toch niet? Ik merk dat u heel graag in boeken en in rapporten leest. Ik denk graag in cijfers. Ja, doe dat vooral en blijf dat doen. En dan zullen de mensen thuis zullen niets van uw redenering snappen. Henk, wat denk je nou? Zodra er een cijfer genoemd wordt, haken de mensen thuis af?
Dan ben ik nog blij dat die mensen thuis zitten en niet bijvoorbeeld in een restaurant werken. Een tafel voor vier graag. Vier, ik ben weg. Mij ben je kwijt. Henk, als je denkt dat mensen meteen afhaken als ze een cijfer zien, dan had je misschien nog even moeten nadenken over de naam van je partij. Dus Henk Krol kiest er bewust voor om onzin te verkopen, alleen maar om te zorgen dat de mensen hem snappen. Nou, maar als je zelf weet dat jongeren het zwaarder hebben, waarom zou je dan zo fanatiek strijden voor de ouderen? Even kijken hoor. Wat hebben ouderen dat jongeren niet hebben? Geld dus. En wat nog meer? Stemrecht. Bijna de helft van alle stemgerechtigden is boven de 50. Bovendien gaan ouderen ook nog eens vaker stemmen dan jongeren. Dus terwijl ouderen het rijkst zijn, willen sommige partijen het beeld in stand houden dat ouderen het armst zijn, met als leuke bijkomstigheid dat ze daarmee een gigantische groep kiezers aanspreken. Laten we dit gewoon noemen wat het is. Opulisme. Dat is het. En dan kun je zeggen, laat ze lekker, fuck de jeugd. Misschien zeggen die 50-plussers wel prima dat jongeren straks krom liggen voor mijn AOW'tje. Misschien heeft Ed de Goeie heeft helemaal geen zin om tot zijn 67ste door te keepen. Weet je? Als dat je doel is, prima Ed, leg de lat vooral niet te hoog. Maar weet je wat het is? Jullie 50-plussers worden misschien nog wel het hardst gepakt door een partij als 50-plus. Want stel, die opulisten komen aan de macht en de AOW-leeftijd gaat terug naar 65... dan moeten al deze mensen zich nog 15 jaar blauw betalen voor een veel te grote groep en de verhouding wordt alleen maar schever. Dus dan kun je nog zo'n goede keeper zijn, maar dat is gewoon onhoudbaar. Dat gaat niet. Nou ja, we houden het heus nog wel even vol, hè? Maar tegen de tijd dat deze mensen zelf 65 zijn, dan moet de AOW-leeftijd waarschijnlijk in één klap naar de 70. Dus dan zijn ze pas zelf echt de pineut. En ik heb geprobeerd ze te waarschuwen. Ik heb Femke Halsema geprobeerd te bellen op 0627132064. Ik heb Ed de Goeie een mailtje gestuurd op oea@degoeie.nl. Ik heb Jeroen Dijsselbloem gebeld in Brussel, maar die bleek in Luxemburg te zitten. Ik heb zelfs Marco Borsato gebeld, maar die wilde niet ophangen, want afscheid nemen bestaat niet volgens hem. Serieus, die bleef maar doorlullen. Ik heb die telefoon uiteindelijk weg moeten gooien. Nou. En het worden er steeds meer. Kijk maar eens even wie er in 2017 allemaal 50 worden. Tanja Yes, Hans Theeuwen, koning Willem-Alexander, Regilio Tuur, Lucille Werner, Irene Moors, Thomas Akda, Ali B. Dit loopt gierend uit de hand. Nou, dan maar even zo. Beste 50-plussers, doe iets. Neem afstand van de opulisten van de SP en de PVV. En zeker van 50+. De beweging die jullie naam draagt. Ik bedoel, jullie leeftijd. Als iemand een Arjen Lubach-partij begint die de hele staatsfinanciering om zeep wil helpen, dan zeg ik ook, ho, 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 hier sta ik niet achter. Dit ben ik niet, not in my name. Dus, 50-plussers, jong en oud, arm en rijk. Zeg nee tegen het opulisme. Zeg nee, not in my age. Hoi, ik ben Arjen Lubach. Leuk dat je keek. Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. Dat kan door te klikken. Normaal vind ik klikken niet zo netjes, maar nu mag het. Klikken.